Dankjewel. Ik ga me houden aan mijn 20 minuten, dus ik ga proberen te starten, maar ik hoop toch dat ik mijn PowerPoint snel krijg. Dus bedankt om hier allemaal te zijn. En wat op mijn eerste slide staat, waarmee ik een minuutje probeer te winnen, is: ik heb ooit een lang gevecht met de Universiteit Gent uitgevochten, maar onder, ja, maar dat is niet zo erg. Maar collega Mortier kan daar zeer hard mee lachen, denk ik. Het ging over het lidwoord het van boeddhisme. Ik had een cursus en ik had die boeddhisme genoemd. En een overvlijtige ambtenaar ergens had gedacht: och, ze heeft het lidwoord vergeten. En had daar het aan toegevoegd. En toen begon mijn strijd om te zeggen: nee hoor, het is boeddhisme en niet het boeddhisme. En ik wil dat graag opnieuw uit mijn cursus. En dan begint een hele administratieve procedure waar ik u de rest van zal besparen. Maar dat is de inleiding waarop ik hier wou ingaan, om te zeggen: er zijn zoveel varianten, er zijn zoveel inzichten, er zijn zoveel verschillende teksten en tradities, dat ik het eigenlijk echt niet wil hebben over het boeddhisme, maar over boeddhisme. Iets met een boeddhistische achtergrond, hè. Dus boeddhisme. Er zijn heel veel vraagstukken en die moet je telkens plaatsen natuurlijk in de context en de regio. Ja, dat is ook waar ik heel graag de nadruk op leg in mijn onderzoek. Alles wordt in een context, in een regio, ook in een tijd natuurlijk, geïnterpreteerd. En boeddhistische vraagstukken kunnen globaal zijn, maar ze zijn ook vaak uit een regio ontstaan. Dus wat zijn ze? Zijn ze, en ik ga toch mijn masker uitdoen terwijl ik hier mag spreken, dankjewel. Ja, ik zie het, dat is ook de Universiteit Gent, hè. Wij dragen veel maskers. Maar we komen er ook graag van achter. Dus complex. Normatief, ja, in sommige contexten, en je kan ze altijd normatief gebruiken. Maar ook, en misschien is dat iets algemeen dat ik dan kan zeggen, als er iets algemeen te zeggen valt, er is heel wat flexibiliteit mogelijk wanneer je vanuit een boeddhistische context spreekt. Referentiepunt, de vele interpretaties. Er is niet één interpretatie van het boeddhisme. Maar goed, wanneer begint dan het leven als er niet één interpretatie is? Waar kunnen we ons dan toch op baseren? Gaan we terug naar de vroegere tijden en naar heel wat regio's vandaag de dag, moet je altijd in je achterhoofd houden dat hergeboorte iets is waar men effectief in gelooft en wat men denkt dat het nog altijd een rol speelt. Dat zal niet in alle regio's even sterk zijn, maar er zijn vele regio's waar hergeboorte toch effectief tot de mogelijkheden behoort. Ik zeg altijd tot de mogelijkheden behoort, want als je aan vele mensen zou vragen: wat denk je over hergeboorte? Dan zeg je: dat is een realistische optie. Waarmee ze niet zeggen: het zal zeker gebeuren. Dus dat kan gebeuren. Doorgaans stelt men dat er een primair bewustzijn is, dat dan verbonden is aan een vorig leven. Ik vergelijk het bij mijn studenten vaak met twee kaarsjes. Je hebt een kaarsje met een vlammetje. Dat kaarsje is weg, maar dat vlammetje gaat over naar een nieuw kaarsje. En dat is dat primaire bewustzijn dat overgaat. Dat is niet dezelfde persoon, hè? Dat is een soort van primair bewustzijn. En dat is er van bij de conceptie. Dat is iets dat je in heel veel verschillende interpretaties zal zien. En dus is er leven. En de mogelijkheid, en daar heb je die gradaties, tot actief zintuigelijk leven. Waarbij langzamerhand die zintuigen dan tot stand komen. Dat is een heel belangrijk principe. Een ander principe is natuurlijk binnen het boeddhisme het idee van niet schaden, niet doden. Waarbij intentioneel handelen zeer cruciaal is. Natuurlijk, wat is de intentie? Een verhaal in een oude tekst is bijvoorbeeld een monnik. Monniken gaan vrijuit rond, hè, en die gaan overal in de dorpen. Komt bij een vrouw aan heel laat 's avonds. Die vrouw is zwanger en ze schrikt zodanig dat ze haar ongeboren kind verliest. Zo staat het in de tekst. Oei. Dat was natuurlijk niet intentioneel, maar hij had moeten weten dat je 's avonds niet zomaar bij iemand binnenvalt. Dus is hij schuldig aan, op dat ogenblik zelfs in de tekst, aan moord. Ja? Dus intentie was er hier wel, want hij had het moeten weten. Dus het is eigenlijk een voorzichtigheidsprincipe. Dat dan natuurlijk tegen de achtergrond van de vier nobele waarheden, wat jullie misschien kennen in het boeddhisme, hè, waarvan de eerste waarheid is: leven is lijden. Daarmee heb ik niet gezegd dat boeddhisme een negatieve levensfilosofie is, maar wel misschien een realistische, in de zin van: er is altijd lijden. Ja? Als je je trui in de was steekt en die komt er in een andere kleur uit en u bent daar ongelukkig over, dan is dat lijden. Ja?
Ja, maar dat is heel belangrijk in boeddhisme, dat dat niet als een negatieve zaak wordt gezien, maar als iets dat effectief iedereen alle dagen kan overkomen. En ik ga niet de andere nobele waarheden dan nu allemaal gaan vertellen, maar het belangrijkste dan dat je overal in boeddhisme vindt is, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met dat lijden, zodat we daar kunnen mee leven? Dat is eigenlijk de basisidee. En daar is een heel belangrijk principe in, het mededogen, wat dan geen schade en dus extra lijden aan dat leven gaat toebrengen. Dat zijn algemene begrippen die je in de meeste, want ik moet altijd opletten, in de meeste interpretaties zal vinden en die dan wel komen uit die vroeg-boeddhistische teksten waarbij men dan allerlei commentaren heeft geschreven. Ik heb dan gedacht, hoe moet ik dat nu verder doen? Ik ga gewoon een aantal voorbeelden geven uit een aantal regio's om een idee te geven wat dat dan kan betekenen. Kijken we eens naar Zuidoost-Azië en collega Brems had het daarnet ook eventjes over Thailand. Hè. Dat is een van de landen van Zuidoost-Azië. Dan zien we dat over het algemeen enkel in het leven van de vrouw in gevaar is. Dat kan ook mentaal zijn hè, of na een verkrachting, dat abortus wel wordt toegelaten. En dat men dat ook binnen het boeddhisme zal doen, waarbij men dan denkt aan ja, die vrouw die moet hierin gesteund worden. Waar men ook heel veel over nadenkt, zijn gewoon dingen waar men over nadenkt. Hè. Waar men ook heel veel over nadenkt, is het lijden van de foetus, de embryo, hè, waar het verschil natuurlijk niet zo evident is. Dat mag je niet verlengen. Ja, dus je moet niet proberen van absoluut voor dat leven te gaan, omdat je dan het lijden artificieel aan het verlengen bent. Dus dat zijn discussies die je daar heel vaak gaat vinden. Vandaar, hoe ga je dan om met abortus? Er zijn heel veel discussies over de morning after pill. Dat wil men eigenlijk niet, want dan weet je niet of er lijden van het kind zal zijn. Als je ervan uitgaat dat er al conceptie is, dat er leven is van bij de conceptie, ja, dan is die morning after pill niet oké. Er is ook heel veel discussie over IVF, omdat dat ook eigenlijk, zeggen ze, het doden is van embryo's. Maar er is veel minder discussie over contraceptie, omdat algemeen in boeddhisme en zeker in Zuidoost-Azië is er niet zo die idee van je moet jezelf reproduceren. Dus contraceptie is dan absoluut oké. En men gaat daar dan een norm op inzetten. Langs de andere kant weten we hebben het net gezien in Thailand, dat er vrij veel vraag is naar abortus. En dan komt weer dat idee, de veilige behandeling van de vrouw is absoluut nodig. Dus ja, er is geen eenduidig standpunt bij die boeddhisten. Dat is eigenlijk het enige wat ik hier kan zeggen. Er wordt heel veel over gediscuteerd en er worden heel veel verschillende principes naar boven gehaald. Principes die vandaag ook al veel zijn bediscuteerd. We zijn misschien allemaal gewoon mensen op de wereldbol. Hè? Kijk ik dan naar de westerse boeddhistische contexten, dan wordt het nog complexer. Want binnen de westerse boeddhistische contexten heb je mensen die hier gewoon opgegroeid zijn. Ja, maar je hebt ook heel veel verschillende migratie en migratiegolven, waarbij men dan ook gaat kijken naar de thuisregio. Dus het is zeker niet mogelijk om te zeggen, de boeddhisten in België hebben dit standpunt. Daar gaan we nooit uit geraken. Hè? Dus dat lukt niet. Is er veel discussie? Ja, er is veel discussie over het afwegen van het lijden. Hè? Wat is een embryo, wat is een fetus, wat is de moeder? Maar we hebben die discussies vandaag ook gehad. Waar gaat men dan toch wat inspiratie zoeken? Men gaat inspiratie zoeken bij inspirerende meesters. Wat is heel typisch voor het Westen, nu een beetje minder de laatste jaren, dat is bijvoorbeeld de Dalai Lama. Eigenlijk is er niet één iemand die kan zeggen wat het boeddhisme is. Maar natuurlijk, in het Westen is de Dalai Lama zo'n inspirerende figuur, dat men daar toch gaat naar kijken. Nu, ik heb dat is inderdaad, als je met de Dalai Lama gaat praten, dan ga je probeert het altijd in het Engels, hè, maar dan ga je wel deze discussies krijgen, dus case to case. En je hebt daar een heel interessant iets gezien, de mercy killing. Hè. Dat is eigenlijk, langs de ene kant zeggen ze doden, oké, je dood. Maar langs de andere kant, je hebt mercy, je hebt dat medeleven of je hebt dat mededogen. Hè. En dat is iets wat heel veel bediscuteerd wordt binnen boeddhistische groepen. En dat geldt ook voor euthanasie overigens. Hè. Dus dat is eigenlijk dezelfde discussie.
Een heel andere stam zal je zien bij deze Sheng Yan. Nu, Sheng Yan kennen jullie wellicht veel minder. Die is ook minder gekend, denk ik, onder de westerse boeddhisten als die hier geboren zijn, maar is wel heel populair bij migratie. Dus bij mensen die uit de migratie komen, de Chinese migratie, het is een Taiwanese man. Dus hij gaat daar zeer goed gekend zijn. Meer natuurlijk, want we hebben niet zoveel Chinese migratie. Ik denk misschien wel, maar eigenlijk is het niet zoveel. Als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, waar heel veel mensen, zeker ook uit Taiwan, naar de Verenigde Staten gegaan zijn, dan ga je deze man, Sheng Yan, wel veel meer aantreffen. En hij heeft toch een heel ander standpunt, wat je zou veel conservatiever kunnen noemen. Ik moet daar misschien nog aan toevoegen dat in Taiwan abortus inderdaad kan, tot 24 weken, met een aantal voorwaarden die voornamelijk gezondheidsmatig zijn, maar ook in het geval van bijvoorbeeld incest of rape, verkrachting. De man moet wel, de aanwezige echtgenoot, moet wel altijd de toestemming geven. Als hij vermist is, je vindt hem niet, je weet niet waar hij is, of hij is mentaal ziek, is ook afwezig, dan niet. Dus dat is in Taiwan belangrijk. Ik ga het hierbij houden. Dus het zal wel rondgestuurd worden en dan kan je het hele filmpje bekijken. Maar je ziet hier twee belangrijke zaken. Eén, hij gaat het heel erg cultureel gaan bepalen en zegt van kijk, dat is ons standpunt. En in China begint men een maand vroeger te tellen. Nu heeft daar geen ongelijk in, dat is zo. En langs de andere kant gaat hij ook zeggen het leven begint van bij de conceptie. Waarbij het ook heel belangrijk is om erop te wijzen dat men, wat gaat hij verder dan doen, dat hij het leven van het kind als het ware, of dat noem je dan een kind, hè, als het ware ziet in een andere, bijna doos noemt hij het. Hè. Dus je hebt twee levens en dat ene leven dat zit in iemand en wat ga je dan moeten doen? Je gaat dat leven absoluut moeten behouden, zegt hij, maar tegelijkertijd, en dan heb je weer dat mededogen, moet je alles in het werk stellen om de vrouw die dat kind in zich draagt, ongewenst, dat die alles krijgt om daarmee te kunnen omgaan. Weer dat omgaan met dat leven, hè, of met die vrouw. Dus men gaat dat dus scheiden, hè, heel erg scheiden. Nu, niet iedereen is het daarmee eens, ik zeg het maar, dat zijn inspirerende stemmen die natuurlijk onze bevolking en ook de migranten gaan beïnvloeden. En nu probeer ik verder te gaan met mijn PowerPoint, maar hij wil niet meer. Help. Hij wil niet meer naar beneden. Technische help, hallo. Hij wil geen verder. Ik heb nog één voorbeeldje om mee te stoppen. Ik wou naar Japan overstappen, waar ik toch nog even op iets wil wijzen, maar ik zou graag hebben dat mijn PowerPoint... Misschien moet ik op ESC nog eens sturen? Nee? Ja, kijk, voilà. Goeie handen. Dus in Japan krijgen we dan een zeer flexibele regelgeving. En daar wordt er nog iets aan toegevoegd dat je ook van in de boeddhistische kant kan bekijken. Dat gaat dan over de fluctuerende status van de embryo. En men spreekt van waterkind. Waterkind, omdat water heel fluctuerend is. En daar moet je dan eigenlijk denken aan wat ik daarnet zei. Je hebt een leven dat ergens in een soort van container plaats komt nemen. En dat gaat deze ook doen, als het water in een container. Hè. Ik stel het nu misschien wat straf, maar zo is het. En wat kan die vrouw dan doen? Wel, de vrouw kan dat water naar een andere container plaatsen door een einde te maken aan de container waar het nu in is, en dan te hopen en allerlei rituelen uit te voeren, dat datzelfde water, hè, vandaar Mizuko, in een andere container terechtkomt in een beter leven dan wat het kind zou gehad hebben in haar leven. Ja, dat is natuurlijk, moet je heel erg meegaan in het idee van hergeboorte. Hè. En het nog niet aanwezig zijn van alle zintuigen, maar wel, oei, er is hier een primair bewustzijn binnengekomen. We kunnen dat primair bewustzijn dwingen, maar tegelijkertijd ook vergiffenis vragen dat we dat doen. Ga alsjeblieft elders herboren worden. Maar een terugkeer naar een ander goed leven. Ja? En tegelijkertijd krijg je daar ook heel veel steun aan de man en de vrouw die dat moeten vragen aan dat ongeboren leven, om dat alsjeblieft te aanvaarden,
dat zij het niet kunnen opnemen. Dat is heel erg Japan, hè? Dat ga je niet overal vinden, maar oké, ook dat is een boeddhistische context. Hè? Daar komt wel wat kritiek op, omdat dat ook heel erg commercieel door sommige kloosters wordt uitgebuit, zou je kunnen zeggen, die daar dan heel erg voor gekend staan en die dan heel veel geld vragen voor de rituelen, hè? Wat dan eigenlijk de psychische hulp is. Nu, dat is zo een begraafplaats, kan je dat dan moeilijk noemen, hè? Maar... Ja, goed, daar is dan, hè, daar kan je dan de vrucht gaan begraven en die kan je dan gaan bezoeken. Veel van die begraafplaatsen, als je het zo mag noemen, ga je ook hetzelfde, ga je een mengeling zien van mensen die een ongewenste zwangerschap hadden, maar ook voor een miskraam. Dus waarbij de foetussen samen zitten. Want ook bij een miskraam is er ergens iets gebeurd en moet dat kind, dat leven, naar een ander leven gaan. Ja? Men blijkt daar toch wel heel veel troost in te vinden. En dan zie je hè, dat die, ze krijgen hoedjes. Enfin, ze worden eigenlijk als kinderen die nu in een ander leven zijn, in een andere plaats zijn, vereerd. Hè. Voilà, dan heb je ook bodhisattvas. Dat zijn dan hulpmiddelen. Hè, een soort van hulp, ik ga er niet te diep op ingaan. Maar dat zijn dan hulpmiddelen, bodhisattvas noemt men die figuren, die dan ook hulp kunnen geven om dat proces te verwerken. En je kan dat goed zien. Hè? Je hebt hier zo een van bodhisattva afgebeeld met een kindje dat dan elders is op de schouder. Voilà, wat is de vraag die men zich stelt? Start van het leven, heel vaak van bij de conceptie, maar wel een continuum, zoals we gezien hebben. Niet doden ten opzichte van medeleven en empathie. En dan natuurlijk karma, moet ik misschien nog zeggen, ja, heel interessant in het boeddhisme is natuurlijk ook, ik hoorde het daarnet bij mijn collega Ladan ook, hè. Als je een fout begaat, dan heb je slecht karma, maar je kan ook heel veel goed maken door goed karma daar tegenover te zetten en zo terug naar een evenwicht te komen. Een bodhisattva-figuur kan u daarbij helpen en er is over het algemeen heel veel aandacht voor zorg en nazorg. Dank u wel en ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ja.